Goedemiddag. Welkom allemaal hier in deze kerk op Goede Vrijdag. Jullie allemaal hier in deze kerk, maar ook de mensen thuis die meekijken en meeluisteren via livestream. Sommigen in de omgeving hier in Canada, anderen in Nederland en ik heb me laten vertellen zelfs in de VS. Dus wie weet waar u ook bent, van harte welkom. Wat fijn dat u hier bent samengekomen. Mijn naam is Femke Visser-Elenbaas en ik ben vanmiddag samen met John van der Laan hier op het orgel en Ant de Grotenhuis achter de piano een van de initiatiefnemers van deze middag. In mijn dagelijks leven werk ik namens de Christian Reformed Church als ziekenhuispredikant in het St. Peter's Hospital hier in Hamilton. We zijn samengekomen op deze Goede Vrijdag om met elkaar stil te staan bij de lijdensweg van onze Heer Jezus Christus en om zijn opstanding te vieren in samenzang. Het bijzondere natuurlijk aan deze middag is dat we dit doen in het Nederlands en met gezangen die ons van vroeger uit vertrouwd zijn. Velen van ons hebben het Nederlands geleerd van onze ouders, of misschien hebben we het gehoord van onze grootouders of betekenisvolle anderen. In deze taal ligt een deel van onze geschiedenis, van onze identiteit en voor velen van ons ook een deel van ons hart en van ons geloven besloten. En zo ook in de muziek en de woorden van de gezangen die we vanmiddag gaan zingen. En wat een zegen dat we ook met dat deel van onszelf, wat voor God bekend is, hem lof kunnen prijzen. Voordat we verder gaan, een paar praktische zaken. Ik wil graag mijn dank uitspreken aan Grace Community CRC voor jullie gastvrijheid en het enthousiasme waarmee jullie deze Paaszangmiddag hier hebben verwelkomd. En ook dank voor alle mensen die deze middag mogelijk maken. Ik ga geen namen noemen, want ongetwijfeld vergeet ik er iemand. Maar voor mensen there in the back, voor de ondersteuning van het geluid en alle technische ondersteuning. Voor het welkomstteam, voor iedereen in de bediening, in de keuken. En dank alvast ook aan iedereen die een bijdrage levert hier vanaf het podium. Onze dank gaat ook uit naar enkele vrienden en familieleden in Nederland en hier in Hamilton die in de voorbereiding met ons hebben meegedacht. Vele handen maken licht werk. Nou, over het programma van deze middag. Zoals u misschien al hebt gezien, het eerste deel van de samenzang bestaat uit gezangen en teksten die te maken hebben met de lijdenstijd en specifiek met Goede Vrijdag. En vanuit mineur bewegen we ons halverwege de samenzang naar majeur, naar het Halleluja van Pasen. En er is een collecte opgenomen in het programma. Dat zal plaatsvinden tijdens het orgelmuziek van John van der Laan. En dan is er de gelegenheid om een vrijwillige bijdrage te leveren voor de onkosten van deze middag. En dan is er na afloop gelegenheid om met elkaar na te praten onder het genot van een kopje koffie en een koekje. Of twee. En dan een laatste opmerking over het tweede lied dat we gaan zingen. Dat is God enkel licht. We zingen daar vier versen van. Het eerste vers is gezamenlijk, de tweede is vrouwen alleen, het derde vers wordt door de mannen gezongen en de vierde door ons allemaal. Dat komt ook op de overhead, op de beamer, maar ik vertel het u bij deze alvast. En verder zal het programma zonder verdere aankondigingen verlopen. Ik wens ons allen een gezegende samenzang toe. Laten wij God om zegen vragen voor deze middag. Heere, wij danken u voor de liefde die u ons hebt uitgestort door het offer van Jezus aan de kruis. Mogen zijn afstanding en bron van inspiratie en vernieuwing voor ons al zijn. Dank u, Vader, dat wij deze middag kunnen samenkomen om u te loven en na te denken.
Geef ons het medeleven en de empathie om uit te reiken naar hen die in nood verkeren. Net zoals u door Jezus de ultieme uitreiking van liefde hebt gegeven. Mogen ons harten gevuld zijn met vreugde en onze geesten afgeheven. Mogen de boodschap van Pasen ons inspireren om elke dag met geloof, hoop en liefde te leven. Help ons om het licht van Christus te weerspiegelen in onze daden, woorden en interacties met anderen. Wij vragen dit alles omwille van Christus. Amen. I was going to say in English, but please rise if you're able in body or in spirit. Thank you.
in de donkere nacht geboren werd, moet in nog dieper nacht zijn vader duiven. De duivel heeft de weg voor engelen versperd. Hier kunnen zij hun eer zijn God niet zingen. Het licht van Efrata lijkt eeuwig uitgedoofd. En vrede op aarde is een van die dingen waar slechts een dwaas, waar slechts een kind nog in gelooft. Het wordt donkerder op Golgotha. Gods handen, waarop de Vader steeds de Zoon gedragen heeft, en die de hemel en de aarde omspannen, zij laten Jezus los. En de aarde beeft. Nu zal de duisternis de aarde bedekken. De engel van de dood zweeft om de heuveltop. De derde dag zal God zijn zoon weer wekken. Dan is het
waar ze hebben neergelegd. Petrus dan ging op weg en ook de andere discipel en zij begaven zich naar het graf. En die twee liepen samen snel voort en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus en kwam het eerst aan het graf. En zich vooroverbuigende zag hij de linnen winsels liggen. Hij ging echter niet naar binnen. Simon Petrus dan kwam ook, hem volgende, en hij ging het graf binnen en zag de winsels liggen, maar de zweepdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de winsels liggen, doch opgerold, terzijde op een andere plaats. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst aan het graf gekomen was, naar binnen, en hij zag het en geloofde, want zij kenden de schrift nog niet, dat hij uit de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen weder naar huis. En Maria stond buiten dicht bij het graf, wenende. Terwijl zij dan weende, boog zij zich voorover naar het graf. En zij zag twee engelen zitten, in witte klederen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde, waar het lichaam van Jezus gelegen had. En zij zeiden tot haar: vrouw, waarom weent gij? Zij zeiden tot hem: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem neergelegd hebben. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot haar: vrouw, waarom weet gij? Wie zoekt gij? Zij meende dat het de hovenier was en zeide tot hem: Heer, als gij hem weggedragen hebt, zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd. En ik zal hem wegnemen. Jezus zeide tot haar: Maria. Zij keerde zich om en zeide tot hem in het Hebreeuws: Rabuni, dat wil zeggen meester. Jezus zeide tot haar: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. Maar ga naar mijn broeders en zeg hun: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria van Magdala ging heen en boodschapte de discipelen dat zij de Heere had gezien en dat hij haar dit gezegd had. Thank you.
deze pauze misschien wel even welkom. Dit is een moment om met elkaar te bezinnen op Pasen en de betekenis van Pasen. Ik heb voor vanmiddag een meditatie gekozen. Dat komt uit de Elisabethbode, voor sommigen van u wel bekend. Ik geloof dat het 2 jaar geleden het 90-jarig bestaan vierde. Inmiddels heet het Elizabeth Magazine. En zo ziet u maar, alles verengelst, ook in Nederland. Maar de meditatie is in het Nederlands. Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Feest van het leven. Het leven is prachtig en bijzonder. Niet te vangen in woorden of welke definitie dan ook. Maar soms is het leven heel pijnlijk en verdrietig. En ook daarom vieren we Pasen. Vroeger kwam het nog wel eens voor. Het vroor wekenlang 8 tot 10 graden onder nul. En bij zo'n strenge vorst is de grond diep bevroren. Maar onder het oppervlak liggen bolletjes van sneeuwvlokjes, krokussen, narcissen en tulpen te wachten. Het lijkt niet mogelijk dat die bevroren bolletjes overleven. Maar we weten dat ze in het voorjaar door de aarde heen breken, dwars tegen alle logica in, en tot bloei komen. Er kruipt een rupsje rond. Na verloop van tijd verandert hij in een schijnbaar dode pop. Maar van binnen gebeurt daar van alles. Op een dag breekt de pop open en er ontvouwt zich een betoverend, mooi, nieuw levend wezen. Een vlinder. Nieuw leven is onbegrijpelijk en prachtig. We vieren het leven op allerlei mogelijke manieren. In de natuur, tijdens feesten of bijvoorbeeld met kerst. En dan komt het feest dat boven alle andere feesten uitstijgt. Pasen. Feest van het leven. Maar het is ook Pasen wanneer het leven uitzichtloos lijkt en zonder glans. Als ons hart of onze ziel is gebroken. We hebben het feest van het leven juist nodig wanneer de dood komt aansluipen in ons leven of in dat van een geliefde. We hebben Pasen nodig als de dood in één klap alle verwachtingen, hoop en vreugde kapot heeft geslagen. Pasen, de opstanding van onze Heer. Jezus is na zijn dood door velen gezien. Door de vrouwen die met Jezus waren opgetrokken, door zijn leerlingen en door een groep van meer dan 500 mannen en vrouwen. Jezus leeft, riepen zij geliefden elkaar toe. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die galmt door gans Jeruzalem. Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de zon van God is opgestaan. De vreugde van degenen die hem hadden gezien was enorm. Het ongeloof van hen die hem nog niet hadden gezien was er ook. Er zijn meerdere manieren van zien. Jezus' volgelingen zagen hem met hun ogen. Wij kunnen ook zien met ons hart. En daar heb je geloof en vertrouwen voor nodig. Thomas kon het niet. Hij ging zelfs zo ver dat hij de wonden in de handen en de zij van Jezus wilde zien en aanraken. Dan zou hij geloven dat Jezus was verrezen. En Jezus begrijpt dat. Hij weet van zien met de ogen en zien met het hart. Hij weet hoe kostbaar het is wanneer we ons in geloof kunnen toevertrouwen aan het ongelooflijke. Christus onze Heer vereent halleluja. Elke dag na angst en vrees. Oh.
zijn verschijningen aan mensen na zijn dood, ze zijn ongelooflijk. Het doet denken aan het verhaal van de lentebolletjes en dat van die rups die vlinder wordt. En toch mogen we het geloven. Jezus' opstanding is een geschenk van onze hemelse Vader. Een geschenk dat hij gaf uit liefde voor deze wereld. God kent ons geluk. Hij weet ook van ons verdriet, onze eenzaamheid, ons lijden, ons gevecht met de dood als we afscheid moeten nemen van wie ons lief zijn. Hij riep Jezus tot leven. En opdat we het zeker zouden weten dat hij leefde en leeft, ontmoette Jezus niet één persoon, maar velen, zodat zij ervan konden getuigen. Jazeker, Jezus leeft en wij met hem. Wij mogen Jezus ontmoeten als de levende die de dood heeft verslagen. Ons sterven is daardoor geen eindpunt van ons leven, maar het begin van een nieuw leven met en bij de Heer. En daarvan zingt ook een lied van overwinning, van geloof, een lied vol vertrouwen. Jezus leeft en wij met hem. Laten we dat nu samen zingen. Thank you.
voordat we met elkaar het slotlied zingen. En daarna bent u van harte uitgenodigd om te blijven voor een kop of koffie. Of als u niet de koffie wil, maar wel de gezelligheid, blijf gerustig, rustig na. Maar voordat we het slotlied zingen, er is nog een mededeling. En dat heeft te maken met het verkeer. Ik laat John het uitleggen. Die is meer bekend dan ik. Dit slotlied, Halleluja, eeuwig dank en ere, is een lied van lofprijzing, maar ook een zegenlied. En daarmee sluiten we ons samen zijn af. Dank u wel voor uw komst en wel thuis.